TLP en DJ Raoul in één zetel. Yes, I'm a lucky girl. Belgium's finest export product sinds Stella Artois. En hier de King of Nightlife in één zetel. Now what you gonna do? Zeg, de reden waarom jullie hier samen zitten is omdat jullie natuurlijk die fijne single uit hebben. What You Gonna Do, die staat op die laatste Swell People plaat. Wat ik mij meteen aanvraag, jij met je ongelooflijk drukke agenda, jij ook. Hoe krijg je dat dan voor elkaar? Is dat via de e-mail of hoe is dat gegaan? Ja, het was wel een beetje zo. Hij heeft me de track gegeven, dan heb ik aan de tekst gewerkt. Maar het was inderdaad wel moeilijk om mij in de studio te krijgen. Iedere keer. En Raoul is meestal redelijk punctueel en ik niet. En dus iedere keer van ja, TLP komt het ervan. Dat is met de meeste komt het nu van of niet uiteindelijk. Maar ik wou het echt wel doen. Ik wou echt wel dit project waarmaken. En dan heb ik ook wel eens extra inspanning gedaan. Om uit mijn bed te komen en de studio in te gaan. You hear my cry, I hear your call. Yet you still wanna run away. Yet you still need some more time to play. Why don't you listen to all the things I say? Zeg, dat nummer dat bestond al, hè? Ja, het is een oud nummer van 10 jaar terug. En het is een instrumentaal nummer en hij heeft er de lyrics op gezet. En ja, nu hebben we nog wat remixjes uit ervan, dus ja. Je zegt dat je nog wat hebt moeten werken aan die tekst. Als je dat nummer dan voor het eerst hoort of krijgt toegestuurd, heb je dan meteen iets dat moet dat worden? Of moet je dat echt wel een paar dagen laten bezinken? Of is het gewoon on the spot? Ja, ik kan het wel on the spot, maar ik had wel een stukje tekst ook. Ik wist wel dat er ging van komen, een stukje tekst al gemaakt. Uiteindelijk kwam er wel heel veel enthousiaste reacties. Het staat ook al als laatste track op de LP, maar er kwam wel heel veel enthousiaste reacties. En dan eigenlijk eerder uit het buitenland. Dan belde Raoul mij of mailde mij, ja, hier in Australië vinden ze je nummer cool. Of toen ik in Miami was met Raoul, kwam er een heleboel mensen bij mij. Van, ja, je bent TLP van Swirl People. En ik zei, nee, ik ben TLP van whatever. Yeah, you don't want to know where I come from. Now what you gonna do? Ik mag hopen dat die What You Gonna Do dat niet de laatste samenwerking gaat zijn. Nee, waarschijnlijk niet. Zijn er al plannen? Ja, we zijn klaar, maar het hangt nu ook weer af van het tourschema en zo. Maar ik, als zij opnieuw beginnen te produceren en mij wat nieuwe beats geven, dan wil ik zeker nog een nieuw nummer maken. Want ik denk dat we zijn heel tevreden over de samenwerking en we krijgen ook heel veel goede reacties. Dus I want to do more of this stuff. Just forget all the worries on our minds and follow the signs that lead us back to the fun we used to have. Tear, a smile and a laugh. Let my autograph on your brains. We both struggle through our growing pains. Visit the world and board so many planes. But yet the right feeling remains. Bon, van die Swirl People featuring TLP, What You Gonna Do? Hoeveel vinyls bestaan daarvan? 500, heel gelimiteerd. Limited edition. Ja. Hoeveel zijn er nu nog in de roulatie, denk je? Nog 2 hier op tafel. De rest voilà. Is al verkocht. Ja. Out the window. Out the window. You thanks to news distribution. Deze 2 exemplaren signeren en die gaan we keihard weggeven via gym.be op de win-win-win pagina TLP. Wat ik denk niet dat jij gewoon je naam kan schrijven. Je kan nee, die wel schrijven, maar volgens mij moet daar... Een hele message en zo. Er komt een verhaal bij ja, en zo. Ja, dat is always a story. Oké, dus mensen die aan deze wedstrijd meedoen, moeten wel kunnen lezen, want TLP vertelt een heel verhaal. Dankjewel om langs te komen. Veel succes en ik zie je wel in Gent. Oké, cool. Dankjewel. Ja,